Dit zijn mensen met ongelooflijk veel talent. En hoor dit. What? Are you kidding me? Wajo, ze werd ook echt keihard betrapt. Maar eerlijk, waarom kan zij zo goed zingen? Zeg maar, als ik dit doe, klinkt het niet mooi. Deze mevrouw heeft veel te veel talent. Deze vrouw heeft ook veel te veel talent met trickshots. Kijk, dat eerste trickshot, die was wel oké. Die tweede, die was wel al ziek. Die derde trickshot, gewoon een bollenflip, is wel oké. Maar wat hij nu gaat doen, en dat hij dit ook allemaal achter elkaar doet, is wel erg heel erg lijp. Met een mondkapje op zijn ogen, zodat hij niks ziet, doet hij gewoon deze bottleflip. Eerlijk, dan heb je gewoon talent in doorzetten en trickshots. Deze mevrouw heeft ook talent in tekenen. En ze heeft ook een hele coole huisdier, moeten we heel eerlijk zijn. Oh, wat? Die huisdier? Oh, die huisdier gaat tekenen. Zeg maar, deze salamander, ik denk dat het een salamander is, heeft waarschijnlijk meer talent dan ik. Kijk dan, dit zeg maar, ja, ik moet zeggen dat ik dit... hij is nog niet klaar, oké, hij is nog niet klaar. Ik beoordeel nog niet, hij is nog niet klaar. Oké, okay. Hey, zijn tekening is nu af? Ja? Oh, en nu gaat zij het afmaken. Oh, en zij... Ah, en zij maakt er een geheel van. Ze maakt gewoon letterlijk samen met haar salamander een tekening. Zeg maar, dan ben je creatief op een ander niveau, maar ook getalenteerd op een ander niveau. Het ziet er... Kijk, dit ziet er oprecht heel sick uit. Dit ziet er op echt heel sick uit. Stel je voor, ik zou dit samen met mijn hond maken. Nee, dat gaat gewoon nooit gebeuren, want ik heb geen talent. Deze man heeft ook talent. En je gaat heel snel ontdekken wat zijn talent is. Ja, goochelen. Ik vind het zo sick als je dit kan. Dit is gewoon vingervlugheid. Dit vereist zo oefenen. En dit is gewoon een talent. I have a secret talent I've been hiding from you guys. It's really weird. No one really gets it, but I've been practicing for a while. Oké. Zij heeft een geheime talent dus. It's kind of embarrassing. But I think you'll like it. It's actually kind of impressive. This whole entire video, I've been lip-syncing. What? Die zag ik echt even niet aankomen. Ze was dus niet daadwerkelijk aan het praten. Ze was dus de hele video aan het lip-synken. En dat was dus dat talent. Maar ik had het zo niet in de gaten. Ik dacht, gaat hier nog wat gebeuren? Deze meneer is een zwerver. Oftewel, hij heeft geen huis. En hij maakt letterlijk op de straat, omdat hij niks anders te doen heeft, deze geweldige kunstwerken met zand. Zeg maar, eerlijk is eerlijk. Dit is gewoon bizar. Dit is echt bizar. Zeg maar, deze zwerver, die hoort geen zwerver te zijn. Deze zwerver heeft gewoon heel veel talent. Ik zou dit gewoon kopen. Ik wil gewoon dit in mijn tuin hebben. Deze persoon, die heeft een talent voor jong leren. Kijk dan, hoeveel ballen zijn dit wel niet? Een stuk of 8? Wat? Ik vind het zo ziek. Ik heb ooit geprobeerd te jong leren. Ik kon er 2. Niet 8. Deze meneer kan zo goed met een helikopter vliegen dat hij letterlijk een salto doet met een helikopter. Zeg maar, ten eerste, dan moet je echt talent hebben en echt vertrouwen hebben in een helikopter. Want als het fout gaat, dat is de grootste nachtmerrie. Oké, hij gaat supersnel deze bekers op elkaar stapelen en dan weer niet op elkaar stapelen. En dat doet hij een stuk of 4 keer in hoeveel seconden? 5 keer zelfs? Ik hou er niet eens meer bij hoe vaak hij het nu al gedaan heeft. Maar dit is echt abnormaal. Dit is abnormaal. In 11,9 seconden. Maat, zeg maar. Ik denk dat ik met 1 toren 11,9 seconden bezig ben. En deze gast maakt er 8. Dan heb je wel talent. Ik weet niet of deze talent daadwerkelijk heel nuttig is in het leven. Maar je hebt talent. Je kan serveerder worden. Nee, grapje. Ik vind het echt super ziek. Deze gast kan beter pingpongen met letterlijk een gebroken arm dan ik. Kijk dit. Kijk dit. Dit was echt sick. Hij gooit gewoon... gewoon zijn bedje en hij pakt hem gewoon. Hij wint gewoon die ronde. Ik vind dit heel lijp. Daar heb je talent hoor. Deze persoon hier gaat kunst maken met dobbelstenen. Hoe maak je kunst met dobbelstenen zou je denken? Nou, deze persoon die doet het en hij begint met een 1. Oké, hij plaatst dus al deze dobbelstenen. Het zijn er echt duizenden op verschillende plekken met allemaal nummers. En hij creëert zo deze, ja, deze leeuw. Volgens mij wordt het een leeuw. Kijk dan, dit is dus volledig gemaakt met dobbelstenen. Dit is echt ziek. Dit is echt... Dit is talent. Dit is oprecht gewoon talent. Applaus. Nogmaals, ik weet niet of je er wat aan hebt. Maar het ziet er wel ziek uit. Waarschijnlijk kan je het verkopen als kunstwerk. Dus hey, dat is nice. Deze persoon heeft het beste talent van deze video. Hij kan namelijk dingen maken met chocola. Zeg maar, hij kan kunstwerken maken van eten. Dan heb je gewoon de beste talent ter wereld. Ik hou van eten. En hij maakt er gewoon hele kunstwerken van. En dat met alleen chocola. Dat is ook nog eens het lekkerste eten wat er is zowat. Hij maakt letterlijk een auto met alleen chocola. Kijk dan. En het ziet er ook tegelijkertijd zo satisfying uit.
Oh my god. Dit is dus allemaal gemaakt met chocola. Dan doet hij nog eetbare verf eroverheen. En ta-da-da. Hij heeft gewoon een auto gemaakt met alleen chocola. Zelfs de onderdelen van de auto maakt hij. Kijk hoe bizar. Dit is toch... Dit is zo ziek. En ik word er ook helemaal rustgevend van. Het is ook nog een satisfying om te zien. Kijk dan. Kijk dan. Het ziet er nu al zo sick uit. En hij is nog niet eens klaar. Oh, en nu wel 91 nog erop. Het is een raceauto. En dit kan je dus gewoon eten. Je kan letterlijk deze auto pakken en gewoon een hap eruit nemen. En je proeft chocola. Dit is toch bizar? Dan heb je toch echt wel talent. Net zoals deze persoon die ook talent heeft. Want dit is letterlijk rijst. Dit is allemaal verschillende kleuren rijst. En daarmee maakt hij emojis als hij hem omhoog gooit. Ik vind het zo ziek. Kijk dan. Het ziet er zo lijp uit als het in de lucht komt. En je ziet letterlijk gewoon die emoji. Stel je voor, zeg maar, weet je wat het zonde is? Je hebt super lang, zeg maar, ik neem aan dat het lang duurde om dit te maken. Al die rijskorreltjes zo zitten leggen en dan gooi je het omhoog en dan is het weer helemaal verpest. Maar je hebt wel een coole video. Oh nee, de spiegel is kapot. Of oh nee, het glas is kapot. Ja, deze persoon dacht, ik kan van kapot glas kunst maken. Nou, dan heb je wel talent voor creatief zijn. Dit is eigenlijk gewoon creatief op een ander niveau. Letterlijk met kapot glas maakt deze persoon kunst. Stel je voor, zeg maar, je kan het niet gummen. Wanneer het glas eenmaal kapot is, is het kapot. Dus je moet zo precies werken. Ik vind het echt bizar. Deze persoon heeft talent in make-up. En niet zo'n klein beetje ook. Zeg maar, wat je dacht dat talent in make-up is. Deze persoon is 10 keer beter. Let op. 3, 2, 1. Wajo. Wajo. Dit lijkt oprecht niet meer op die persoon. Dit lijkt op een getekende animatiefilm. Hoe kan je zo goed zijn in make-up? Dan heb je echt mega veel talent. Deze persoon heeft superveel talent in eten maken. Letterlijk met deze eieren. Kijk dit. Kijk dit. Dit is wel een show hoor. Ik denk dat dit wel een Michelin sterretje verdient. Zeg maar, deze persoon kan gewoon 100 euro vragen voor een ei door dit talent. Ik word er gewoon sprakeloos van en ik krijg er honger van. Oké, we gaan door naar het volgende talent. En deze persoon die kan alles balanceren. Hij kan letterlijk alles balanceren op zijn neus. Zelfs een pet. Hoe balanceer je dit op je neus? Dit is bizar. Dit is oprecht bizar. En zelfs een helm. Even eerlijk. Oké, ik ga nu proberen dadelijk dit flesje... Ik ga dadelijk proberen dit flesje te balanceren op mijn neus. Maar deze gozer trouwens al... Kan ik dit flesje balanceren? Deze gozer balanceert een hele stoel op dit moment op zijn neus. En hij is nog niet klaar. Hij balanceert nu een uitgeklapte stoel op zijn kin. Wajo. Is hij al klaar? Nee, hij is nog niet klaar. Wat is dit? Wat balanceert hij nou? Ik weet niet eens wat hij balanceert. Maar het ziet er wel zwaar uit. En... Nee, nooit. Nooit, nee. Dit gaat hem niet lukken. Het lukt hem. Dit is toch. Ik ben er klaar mee. Ik ga proberen nu dit flesje water op mijn neus te laten balanceren. Oké, daar ga ik dan. Kom op. Dit wil niet lukken. Zeg maar, de persoon waar we net naar keken, die kan waarschijnlijk mij balanceren op zijn neus. En ik kan niet eens het flesje water. Dan heb je wel talent. Als ik het niet kan, dan heb je echt wel talent hoor. Deze persoon is super getalenteerd in hockey. Let op. Hij gooit deze puck omhoog. En ondertussen raakt hij die pan en vangt hij die andere puck weer op. En dan is hij het enige. Hij gaat door. Dit is toch ziek. En dan maakt hij allemaal goals. En nog meer goals. Kom op. En dan gaat hij weer met de volgende puck. En die gaat volgens mij door dat rondje daarboven. Oh nee, net niet. Oh, dat is wel een beetje jammer. Maar alsnog, super lijp als je dat kan. Je kent wel mensen die super zieke tekeningen kunnen maken. Nou, deze persoon, die maakt gewoon 3 tekeningen tegelijk. Zeg maar, iedereen die goed kon tekenen, zet hij gewoon verschut. Want hij maakt 3 tekeningen tegelijk. 3 verschillende tekeningen ook. Hoe kan je 3 verschillende... Ik snap dit niet. Hoe kan dit? Hij heeft letterlijk deze 3 tekeningen tegelijk gemaakt. Oké, het zijn niet de mooiste tekeningen, maar hij heeft ze tegelijk gemaakt. Dit is pannenkoekkunst. Zeg maar, ik snap niet hoe je dit kan. Hoe doe je dit? Deze persoon heeft kunst gemaakt van pannenkoeken. Let maar op als hij straks deze pannenkoek omdraait. 3, 2, 1. Kom op, draai hem om. Kijk dan. Ik ben sprakeloos. Hoe kan je zoveel talent hebben? Ik snap het niet. Ik zou oprecht gewoon 10 euro voor deze pannenkoek neerleggen. Terwijl een pannenkoek normaal maar 1 euro kost. Dit is de beste kapper ter wereld. Zeg maar, deze kapper, kan je deze kapper noemen? Dit is gewoon een kunstenaar. Hij heeft gewoon een spin gemaakt van haar op zijn hoofd. Wat is dit? Wat is dit voor een kapper? Zeg maar,
Normale kappers die doen gewoon, weet je wel, een beetje bijknippen, ditjes en datjes. Deze gozer maakt van een heel kunstwerk op deze persoon zijn hoofd. Deze kapper heeft echt talent. Dit mag je niet eens een kapper noemen, dit noemen we een kunstenaar. Dit is een hele mooie toilet. Of nee, toch niet. Het is cake. Dit is een toilet gemaakt van cake. Zij heeft deze toilet gemaakt, volledig van cake. Zeg maar, zelfs de wc-rol is van cake. Hoe vet is dat? Ze pakt letterlijk die wc-rol en neemt een hap eruit. Ondertussen breekt die toilet ook. Zoals je ziet, heel die toilet is gewoon gemaakt van cake. Nou, geloof me, deze mevrouw heeft echt enorm veel talent. Want dit is, denk ik, heel erg moeilijk. Wat ook moeilijk is, is dit. Deze persoon heeft met 700 Rubik's Cubes Tom Holland gemaakt. Letterlijk met 700 Rubik's Cubes heeft hij Tom Holland gemaakt. Ik kan niet eens een Rubik's Cube oplossen. En deze gozer maakt gewoon hele kunstwerken mee met 700 Rubik's Cubes. Hoe dan? Dan heb je echt heel veel talent. Wil je nou nog meer mensen zien die superveel talent hebben? Klik dan snel op deze video. Ja, deze mensen die hebben misschien nog meer talent dan de mensen in deze video. Dus hey, als je deze video tot het einde hebt gekeken, dan vind je deze video al helemaal geweldig. Klik snel op deze video als je dus meer mensen wilt zien met talenten. Heb je deze video al gezien? Vergeet dan zeker niet te abonneren. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.